Nou, we hebben natuurlijk ontzettend lekker geslapen hier zo. Je hebt van die hele dikke, fluffy bedden. Op het Zwijnstuiver Marketing. Gisteren de hele dag over marketingcommunicatie. Vandaag over marketingstrategie. Gisteren ook veel over Richard gesproken. En vanmorgen gelijk een verse column van hem live gelezen. We zitten er wel bovenop hier zo. We hebben net ontbeten, fully fried English breakfast. En ik moet je zeggen, ik heb er wel weer zin in. Hoofd is weer leeg. We kunnen er weer tegenaan. En we gaan er ook voor. Wel een beetje fris hier zo trouwens. Wat verwacht je niet van Ellen? Ik ben echt heel enthousiast tot nu toe over deze twee dagen en over deze ochtend ook. Heel veel insights gekregen, heel veel extra modellen, heel veel theorie ook, maar wel heel erg leerzaam. Wat vond jij tot nu toe? Ja, dit is echt marketingstrategie is dit. Hè? Dat is wel leuk, ook als je met Britt over strategie praat. Het lijkt op een of andere manier een bepaalde glimlach over zich te krijgen. Dan gaat het over tactics, dan gaat het over echt de markt aanzetten, zeg maar. Ja. Ik heb heel veel geleerd. Grappig, op een of andere manier, de fetish van alle docenten schijnt toch altijd maar weer Apple te zijn. En dat levert altijd een geweld. Ja, maar dat vinden we gewoon een leuk product. Daar hebben we het graag over. En dat Kodak. Kodak was het ultieme... Hey, ik heb wel Disney genoemd. Hè. Laten we dat niet vergeten. Disney hebben we genoemd. En we hebben G-Star ook genoemd. Ik vind dat ook belangrijk. Een beetje Nederlandse merk hier zo, waar we trots op zijn. Maar ik zie uit naar vanmiddag. Zin in. Ik ook. Top. Een inspirerende omgeving. Waar trouwens, ik heb al hele rare dingen in aantreffen, maar misschien... Dit zijn de afgekeurde marketingproducten die eindigen hier in een container. Dus naast dat het hier toch een beetje een Zwijnstein gevoel heeft, is er ook ruimte voor, wat zullen we zeggen? Het werk. Terugkoppeling, werk. Precies. Het was een fantastische dag vandaag. Heel veel geleerd. Opnieuw wel heel erg intensief. Maar Syscepsy, dat weten we nu. Syscepsy hebben we geleerd over de perfecte productinnovatie, productlancering eigenlijk voor Scooper. Strategy statement, ID generation, screening, concept testing, analytics, product development en uiteraard commercialization. Dat hebben we een beetje losgelaten op een paar nieuwe producten die we moesten gaan bedenken rondom yoghurt. En daar kwam onder andere het idee, party en festival yoghurt uit. Gaat het niet worden, maar wij vonden het wel een briljant idee. Lange dag gehad, morgen nog een staartje tot een uur of drie en dan willen we eigenlijk ook maar gewoon weer naar huis, toch?